Andy versus Noor. Hallo Andy, ik ben Noor en ik ben een cheerleader in dansschool Roos de Lijn. En ik daag jou uit om eens te komen cheerleaderen in ons cheerleaderteam. Geef me een he, geef me een o, go, go, go! Wie kunnen dat precies allemaal goed? Hallo, dag iedereen. Wacht, Noor, ah daar, ik zie je, Noor. Hallo, hallo, hallo. Dag Noor, hoe gaat het? Goed. Jullie zijn allemaal zo ongelooflijk goed aan het dansen. Dank u wel. Ja, ja. Maar dus Noor, jij hebt mij uitgedaagd om eens te komen cheerleaden met jullie. Dat klopt? Ja. Oké, dan is dat met dansjes en met pasjes? Ja. Nu, als ik één ding... ik kan een suggestie doen voor een pasje en een dansje. Moet zo'n beetje openstaan en dan... jullie weten, de naam is Wakandi. Dus hoe gaan we dat doen? Dan is dat eigenlijk zo, hè. Wakandi. Gaat dat kunnen? Dus wacht, hè, doe maar zo. Wakandi. Ja. Wakandi. Ja, goed, hè. Voilà. Begin een echte cheerleader, hè. Ik ben er ook volledig klaar voor, hè. Nee. Oeh, nee. Je moet kleed, ja. Wat moet ik doen? Ik ben geen kleed. Ik ben toch gebek. Ik wil een kleed, zag je toch niet in mijn bloot. Plasser knieën. Maar je moet een cheerleaders pakken. Ja, ja. Een cheerleaders pakken. Ja. 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 Met een mooie. Ja. Madame, madame, moet je ook zijn. Hallo. Een cheerleaders pak, Sken. Ja. Oké. Ja, dat was een cheerleader pakje. Had dat toch gezegd dat je een cheerleader pakje toch moest aanbieden, Noor? Klopt, ja, hè? Ja. Oké, voilà, dus een cheerleader. Oké, dan kunnen we aan beginnen. Wat doe je? Gaan dan zo wat dansjes en wat onzo doen en zo? Sprongen en zo. Ja, want nu, allee, ik voel het nog niet. Ik moet er nog wat. Allee, deze is dan. Het gaat een beetje beter aan met pomponnen. Oh, pomponnen krijg ik pomponnetjes. Oh, ik heb pomponnetjes. Ik heb pomponnetjes. Oh, hoe top is dat? Cheerleader! Cheerleader! Dat is cheerleading. Maar dat is niet gewoon een gezet, meid. Mag smijt ik dat niet in mijn gezicht? Cheerleading. Voilà. Waar kan die cheerleading? Waar kan die? Oei. Ja. Dat is cheerleading, hè? Nee. Ah. Moet je dan zo dansjes doen en zo? Ja. Kun jij mij zo'n dansje aanleveren? Ik vergeet je pomponnen. Ah ja, mijn pomponnen. Voilà. Dat was al niet slecht, vind ik. Dat was goed, eigenlijk, hè? Ja. Voilà, dankjewel. Ik ben een cheerleader, hè. Maar je hebt ook... De houding is heel belangrijk. Ah ja, de houding. Dus cheerleader. Rug naar achter, oh, ja. Vooruit. Oh ja. Armen strak. Ja. Strak, ja. Strak, benen, open. Ja. Ja, ja, maar dat is een slechte vloer, hè. Dat is een slechte vloer, zeg. Oké. Ja. Houding, dat is cheerleader houding, hè. En ja. We hebben ook een paar... Oh my. Makkelijke pasjes en om te beginnen met de... Mag ik mij terug gewoon zetten, alstublieft? Nee. Oké, we beginnen met de V. De V, wacht. Ja, de V. Dat is de V. Van de V van Vree, gemakkelijk. De V. Dat is lekker als de F. De F is ook in de F. Je kent de F niet. De F is, voilà, F. Van fluitje van een cent. Dat is de F. Die kennen we ook, hè? Ja, mijn stinkvoet. Jammer, ja. Dat is de F. Voilà. Cheerleader, hè. Dat is gemakkelijk. Nu gaan we het een beetje moeilijk doen. Kan je de split? Ja, maar mijn rok heeft geen split, hè. Nee. Ah, ja. De split. Ik ga dat wel naar mijn recht, denk ik. Ik ben er klaar voor, Noor. Gaan we dansen? Fresh beats dropping. Ah, voilà, zeg. Voilà. Goed. Het is hier weer mijn stinkvoeten, zeg. Noor, dat was het dansje. Ik denk dat je geslaagd bent voor mijn challenge. Denk het niet, maar het is toch goed geprobeerd. Ah, oké. Ja. Oké. Anders, meisjes, zijn we klaar? 3, 2, 1. Ja, maar... We zijn klaar voor de volgende challenge. Tot de volgende keer, hè? Ja, dus ja.